vandaag naar Westervoort geweest, naar de basisschool. En ik heb daar een van de presentaties gegeven die ik meestal geef aan de basisschool. Maar wie van jullie die heeft al een keertje paard gereden? Ja. En daarin motiveren en inspireren kinderen om te gaan sporten. En om hun dromen na te jagen. Ja, heel goed. Ik ben C. Gerritsen, ik ben paradressuuramazone. En ik ben hiernaast ook nog gewoon student op de HAN in Nijmegen. Ik wil jullie allemaal even uitnodigen om te gaan staan. En dan mogen jullie even je handen in de lucht doen. Ik heb een beperking CP. Die heb ik opgelopen tijdens mijn geboorte. En ik kan mijn spieren eigenlijk heel moeilijk aansturen, ook spastisch. Zo is het voor mij om te staan. Dus mijn balans is een stukje minder. En als jullie de hele dag zouden hinkelen, zo is het voor mij om te lopen. Dus ik was klaar met mijn allereerste les en ik stapte van een paard af. En mama zei, oh, dat vind je niks, hè? Nee, dat was eenmalig, gaan we niet nog een keer doen. En vanaf dat moment zei ik, nee man, dat gaan we zeker vaker doen. Dat vind ik super leuk. Dit is Quibus. En op mijn 16e werd ik gescout door de bondscoach. En toen ben ik eigenlijk pas voor het eerst wedstrijden gaan rijden. En toen is het eigenlijk de topsportcarrière begonnen. En weten jullie waarom een paard een ijzer onder zijn voet heeft? Ja. Krijgt hij pijn aan zijn voeten? Ja. Ik heb hier elastiekjes aan mijn voeten. En waarom heb ik nou die elastiekjes om mijn voeten? Eigenlijk binden we mij dus gewoon heel simpel vast met elastiekjes. Oké. Zet hem hier. Goed zo. En dan doe het zo meteen. Het andere. Dankzij de topsport heb ik mijn beperking van mijn onzekerheid eigenlijk juist mijn kracht gemaakt. En dat zou ik graag, ja, alle kinderen met en zonder beperking wil ik daarmee motiveren en inspireren. Want dat is echt een van de gaafste dingen, dat je er trots op kan zijn. Wat ik hoorde, vonden ze heel erg leuk. Na afloop kreeg ik nog een knuffel en ze bedankte me voor de leuke dag. En eentje zei nog dat het leuker was dan het schoolreisje van gisteren. Dus daar was ik wel heel blij mee om te horen, ja. Jonge Gelderse topsporters hebben een grote passie die ze graag met anderen delen. Ze inspireren kinderen op basisscholen, bezoekers bij sportevenementen en werknemers bij bedrijven. Om te vertellen wat hen drijft, wat ze willen bereiken en hoe ze dat doen. Zij brengen Gelderland in beweging. Ook geïnspireerd raken door onze toppers? www.topsportgelderland.nl